dat niet altijd. Hier is dat iets moeilijk als we met z'n allen bij elkaar zijn. Laat het zo zeggen, hier is het makkelijker. Maar straks, als we naar huis gaan, morgen moeten werken, of in school, of studie, noem het op, dan is dat vaak moeilijk. Dan is misschien het volgende niet wel goed. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Open the eyes. Niet alleen nu, maar ook morgen, of overmorgen. Zodat we hem zullen zien. De Heer Jezus die alle eer, de hoogste eer ontvangt.
als er in ons is, als er in ons zit, mogen we hem geven. En mogen we hem brengen. Want hij heeft meer dan waard is. Jesus shall take the highest honor.
ervaren. Dit is zoals we het gehoord hebben, dat hij naar ons meegaat. En dat we morgen mogen ervaren, deze week mogen ervaren, dat hij erbij is. Ik zal er zijn, is zijn naam. Hij zal er zijn, wanneer je morgen weer ergens anders bent. Ik zal er zijn. Hou het vast. Neem het mee. Hoe wonderlijk mogelijk is zijn eeuwige naam.
kruis gevolgd hebt. U was daar, hier niet meer. Hier hebt u kruis gedragen voor ieder van ons. Hier, u was daar. En daar word ik stil van. U was daar. U bleef daar. En u deed wat de Vader van u vroeg. U droeg mijn zonde. U droeg onze zonde. U hebt het al gedragen. Daarvoor wil ik u eren. Daarvoor wil ik u prijzen, ook met ons lied. Maar ook vanuit uw woord. Ook wat we gehoord hebben deze avond. En we geven het terug aan u. En we prijzen uw naam. U was daar, maar u zult er ook zijn in de toekomst. Voor ieder van ons. En u bent hier deze avond geweest. Daarvoor zeg u de dank. Amen. Gaat u even zitten. Deur. Ja, eigenlijk vraag je je af van wat moet ik nu allemaal nog zeggen, dat ik niet zo heel gek veel. Laat maar beginnen gewoon met onze volgende avond. Ik weet het ook even niet. 13 maart. 13 zondagavond, 13 maart. Tweede zondag in maart. Ga je erover. Komt dan bij ons. Collecten gaan we ook zo meteen houden. Daar wil ik even iets meer van zeggen als normaal. We hebben in het begin van dit seizoen hebben wij een collecte weggegeven aan Open Doors. De laatste collecte voor de kerst hebben we aan u gevraagd, wilt u het geld wat u normaal in de collecte doet besteden aan een ander die u denkt dat het haar nodig heeft. Misschien een buurman, een buurvrouw, iemand waar u denkt dat hij heeft nodig. Dan denkt u, vorig jaar zaten ze elke keer te bedelen om geld. Nou, we zijn ook het laatste seizoen uitgegaan, het voorlaatste seizoen. En ik heb het toen verteld met 60 eurocent op onze bouwrekening. Ik heb toen een oproep gedaan in de zaal van mensen, als jullie met elkaar willen dat we doorgaan, dan hebben we jullie heel hard nodig. Ik kan u vertellen dat we toen binnen 14 dagen zoveel geld op onze bankrekening hadden staan, dat we dit hele seizoen kunnen draaien, eigenlijk zonder collectors. Maar dat gaan we niet doen. We gaan gewoon verder. Laten we dat dan doen voor ons volgende seizoen. Dus we gaan gewoon door, mensen. Ik hoop ook dat u vanavond genoten heeft van deze avond. Otto, hartelijk dank dat je in ons midden wou zijn en dit met ons wou delen. Ik denk, het heeft op mij heel veel indruk gemaakt en ik denk ook velen van ons. Wat Jezus voor ons gedaan heeft, het is gewoon voor ons niet te begrijpen als mensen. Dank je wel. Nog één keer, 13 maart, de volgende avond. Niet u hem. Daar staan ze dan nog. Nee, dan, nou, daar zit er nog één. Ontzettend bedankt dat jullie vanavond in ons midden wouden zijn. En misschien hebben jullie wel heel veel heimwee. Willem die zei aan het begin vanavond, nou, muziek zal hier en daar wel. Het ging wel, hè? Mensen, het ging hartstikke goed. Ik vond het geweldig dat jullie hier vanavond wilden zijn. Dat je voor ons zou spelen met vol vuur en vol passie. Niet alleen voor jezelf, maar bovenal voor onze Heer God. Dank je wel voor alles. Ik kunt het woord nog even jullie, maar ik heb niet zoveel meer te zeggen. Ik denk dat er genoeg is gezegd. Neem mee wat er voor jou was. Neem mee wat er voor een ander was misschien. En deel uit wat je deze avond hier hebt gehoord. En ik wens jullie allen wel thuis.